Wat is duurzame ontwikkeling? Ervoor zorgen dat we voldoen aan onze eigen behoeften, maar zonder dat we daarbij gevaar betekenen voor de gezondheid en de behoeften van de toekomstige generaties, zoals jullie en later jullie kinderen. Waarom duurzaam bouwen? De bouwsector speelt een grote rol in onze ontwikkeling en in onze economie, dus daarom ook in duurzame ontwikkeling. De bouwsector moet zich dus aanpassen. De bouwsector zorgt voor veel CO2-uitstoot, energieverbruik, waterverbruik en zo verder. De natuurlijke energiebronnen raken op. We zijn met meer en meer mensen. Wanneer de bouwsector zich dus aanpast en aan duurzaam bouwen doet, zal dit sterk bijdragen tot een beter milieu. Dus we moeten huizen bouwen die minder energie verbruiken en minder CO2 uitstoten. Daarom steeds nieuwe technieken in de bouwsector, bijvoorbeeld een passief woning. Je kunt een passief huis een beetje vergelijken met een thermos. In een thermos, als je daar warmte inbrengt, is dat onmiddellijk warm van binnen en blijft die warmte daar ook lange tijd in. Brengt je daar koude in, dan zit die koude daar onmiddellijk in en blijft die koude daar ook lang in. En dat is hetgeen dat we nastreven met een passief huis eigenlijk, supergoed gaan isoleren en luchtdichtheid, ventilatie, alles daarop afstemmen, dat eigenlijk de temperatuur die gewenst onmiddellijk erin gekregen wordt en ook heel lang erin blijft, zodanig dat je altijd een optimaal comfort hebt voor een heel kleine input. De zon die binnenschijnt in het passiefhuis gaat eigenlijk onze hoofdverwarming zijn. Dus we gaan bij het ontwerp er toch al rekening mee houden dat er zo weinig mogelijk beglazing op het noorden is, zoveel mogelijk op het zuiden, oosten en westen. En als dan bijvoorbeeld 4-5 dagen de zon niet zou schijnen, gaat die woning uiteraard afkoelen beneden de comfortgrens en dan hebben we een bijverwarming nodig. We moeten vooral zorgen dat eigenlijk de koude lucht of de warme lucht van buiten dan in de zomer niet zomaar binnen geraakt. En daar moeten we heel voorzichtig zijn dat we eigenlijk de woning zeer goed luchtdicht afwerken. Onder andere bijvoorbeeld bij het plaatsen van leidingen in buitenmuren, elektriciteitsleidingen, sanitairleidingen en zo, gaan we die luchtdicht gaan inpleisteren. Bij het plaatsen van de leiding gaan we dus eerst luchtdichte mortel aanbrengen, dan de leiding erin en dan nog eens afwerken met luchtdichte mortel, dat die leidingen perfect luchtdicht worden ingewerkt in de buitenmuren. Maar wat is traditioneel geautomatiseerde bouw nu precies? Het resultaat is een traditionele woning met een optimale kwaliteit, afgewerkt met kwalitatieve materialen en toch betaalbaar. We beginnen met de muren die laag per laag worden opgebouwd. Laten we even kijken naar het bouwproces. Dankzij de automatisering bereiken we de perfectie tot in het kleinste detail. Niemand metselt zo perfect en snel als onze robot. De robot plaatst de handgevormde bakstenen. Het grootste deel van het bouwen van uw woning gebeurt in de ateliers. Slecht weer zorgt niet voor schade of tijdverlies. Er zijn geen overbodige verplaatsingen. Het bouwen gaat veel sneller en het resultaat is beter. Daarna komt de plaatsing van het schrijnwerk. Het schrijnwerk sluit naadloos aan, zodat u nooit vocht en tocht hebt. We verwerken het hout in onze eigen schrijnwerkerij. Dan volgt de bewapening. Het waterdichte naaldbeton maakt de muur sterker dan welke andere gebruikelijke muren ook. Dan plaatsen we alle voorzieningen, we brengen de isolatie aan en storten het geëxpandeerde kleibeton. De bediening van de betoncentrale verloopt volledig computergestuurd. Zo krijgen we altijd dezelfde samenstelling. Voor de afwerking plaatsen we de gevels rechtop in het atelier. Na het aanbrengen van het voegwerk plaatsen we de dorpels in blauwe hardsteen. Het schrijnwerk krijgt superplusglas. Na een eindcontrole slaan we de gevels op, klaar voor transport. De zelfdragende isolerende dakpanelen prefabriceren we zelf.
Specifieke elementen worden nauwkeurig in elkaar gezet. De in het atelier voorbereide gevels worden naar de werf gebracht. Gevels, fundering en dakelementen worden nu op de werf mooi in elkaar geplaatst. In geen tijd voeren we het hele proces uit. Snel onder dak en geen schaderisico's. De buiten- en binnenwanden plaatsen we op de funderingsbalken en op de vloerplaat. Daarna koppelen we de wanden stevig vast aan de vloerplaat via lasverbindingen en gewapende koppelvoegen. Door de dragende buiten- en binnenmuren met de tussenvloer te verbinden tot een stijf geheel, zorgen we voor stabiliteit. Het bouwsysteem heeft een betonnen structuur. Zo is het niet kwetsbaar bij brand. Betonelementen vormen de verdiepingvloer en het gelijkvloerse plafond. De zelfdragende, waterdichte en geïsoleerde dakelementen sluiten aan op de muurplaten. Hout bewijst al jarenlang zijn nut in de woningbouw. Als natuurlijk bouwmateriaal biedt het heel wat voordelen. Hout is immers geen goede geleider en voelt daardoor altijd aangenaam aan. Bij houtskeletbouw bestaat de dragende constructie uit een houten skelet van verticale stijlen die onderling verbonden worden door horizontaal bevestigde balken.